Ja, ik ben eindelijk beginnen lassen. Ik sta hier bij de vuilbakken, maar ik ben hier in een hoekje. Het is hier allemaal beton, dus zeker met dat warme weer kan ik hier niet veel verkeerd doen qua brandgevaar. Ik ben beginnen lassen eigenlijk al. Kijk, dit is mijn eerste pogingen. Okay. Dus dit is gewoon een paal die in twee gebroken was. Wacht, klopt. Van een trampoline. De trampoline was weggewaaid, dus die is ook niet meer recht. Maar die is eerst geplooid en dan het jaar erop is hem gebroken eigenlijk, de paal. Je ziet hier de breuklijn, zie je dat daar in het midden? Daar zie je de breuklijn. Nu, ik heb altijd al willen leren lassen. Hè. We hadden hier 10 jaar geleden, als we hier zijn komen wonen, hadden we hier een grote hek in metaal. En daar moest ik zo'n grendel op lassen. Ja, eigenlijk, ik dacht dat er daar een grendel op staat. Hè. Hier, dat. Dan moest ik eigenlijk op dat hek lassen. Ik had zo'n elektrode lassen van mijn schoonvader, zo met zo'n stokje. Maar je moet tegen hem en dat vonkt. En dan het juiste moment vinden. Maar goed. Dat ging niet en nu en dan kreeg ik ook een schokje van het apparaat. Bleek dat uiteindelijk het probleem vooral was aan de stokjes dat ik gebruikte. Oude stokjes waren die vochtig geworden waren ook enzovoort. Dus dat... Maar goed, lang verhaal kort. Ik heb dan iemand laten komen die dat... gewoon een kameraad heeft dat dan voor ons gelast. Dus dat is wel zo opgelost geraakt. Maar nu, 10 jaar later, heb ik dan eindelijk een lastpost gekocht. Ik ga hem zo meteen laten zien. Dus dat is een oefenstukje. Ik heb al één belangrijk ding ontdekt. Dat is de grootste vriend van de beginnende lasser. Wacht, ja, en uiteraard las ik niet in mijn slippers of mijn short of zo. Hè. Maar ik ga heel snel even mijn lastpost laten zien. Ik moet hier even overal tussendoor. Kijk, dus dat is die lastpost dat ik gehaald heb bij de Lidl. Dat is gewoon een massaklem. En dat is belangrijk. Hè. Dus er komt zo'n draad. Zie je dat daar? Als dat focust, daar komt een draad door. En dat is het enige. Dus die draad maakt contact en last. En in die draad zit dan een kern die... Die maakt dat je last afgeschermd wordt. En je moet eigenlijk alleen maar daar je sterkte in stellen afhankelijk van de dikte. Ik heb absoluut geen idee welke dikte is enzovoort, de snelheid. Maar dus de grootste vriend van elk beginnend lasser is eigenlijk hier. Zo'n schijfje met zo'n soort schuurpapier, grof schuurpapier. Om je mislukte of slechte of minder mooie lasnaden af te schuren achteraf. Ik was eerst met dien begonnen, maar dat ging niet. Ja, en dat is gewoon om een bepaalde... Want het volgende dat ik wil maken is... dus als het mij lukt om die trampoline te herstellen, wil ik eigenlijk met diezelfde poort van vroeger... Dus zou ik dat willen omlassen tot een tuintafelframe. En dan, dus gewoon een metalen frame en dan daarop met hout afwerken voor het tafelblad. Snel even een impressie van hoe goed het lassen al gaat. En zo zag dat eruit. Nee, hier heb ik zelf al een beetje afgevuild. Maar zo zag dat eruit. Ja, ik weet het. Dat is mijn eerste las, hè. Dus ja, ik ben nu vooral bezig geweest met die slijpschijf, met dat schuurpapier, schijfje daarop, om dit om te toveren tot dat. Ga eens proberen. Als ik dat kan mooi dichtlassen, dan kan ik dat er hier verder afschuren. En dat plaatje gewoon terug verwijderen. Wat ik er wel direct bij gehaald heb, zijn goede handschoenen en een goede las aan. Een automatische, maar hetgeen dat ook van de Lidl's. Maar hetgeen dat erbij zit bij dat apparaat, dat stelt echt niks voor. Dat is echt zo'n schermpje voor met je hand vast te houden. Kijk, het ziet er zo uit. Dus ik heb... veel goeds kan ik daar niet over zeggen, maar kijk, ik heb wel veel hoop dat ik dat... Ik ga het nu wegslijpen en ik ga zien of dat verbonden is. Ja, het begint er wel op te gelijken, zeg maar echt voornamelijk dankzij dat ding. En de hulp van Pip. Pas op, Pip, want het ligt hier nog ijzer. En daar zou ik ook niet aan komen. Ik weet niet wat dat nog warm is. Hè. Nee, warm zal het niet meer zijn. Maar kijk, zo... Afhankelijk van dat licht zit... Ziet er slecht uit of heel slecht uit. Dan moet ik er nog afslijpen. Dat zijn nog resten van dat plaatje. En dit is, ja, waarom heb ik dat plaatje er dan opgelast, zou je kunnen denken? Ja, dat is gewoon, dat heet leerproces, hè. Kijk, daar kun je zien wat ik eigenlijk initieel had moeten lassen. Hey Pip, dat is mijn schuurpapier, maat. Nee. Kom, heeft dat schuurpapier maar hier. Kom. Nee, Pip, kom. Seconde, ik ga ze een beetje verder filmen. Die twee accu's zijn alle twee plat. Ik heb 4 accu's, 2 van 5 ampère en 2 van 2,5. Maar ze willen niet meer opladen, die dat ik gebruikt heb. Ze voelen wel warm, dus ik veronderstel dat ze gewoon
Maar ik denk, als ik die erin steek, die is koud. Ja, ziet, die begint direct te laden. Dus ja, je ziet, maar dat is nog niet ideaal. Ze zo op accu alleen. Ik heb alleen nog maar te warme en te lege accu's op dit moment.